Een groep van 11.000 ontevreden NDP'ers is overgestapt naar de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij ABOP. Dit bevestigde Suparmin Joyo Besari van de groep Joyo gisteren tijdens een persconferentie van de ABOP. De partij van Ronnie Brunswijk gaat de komende verkiezingen in met KTPI Nieuwe Stijl, Partij voor Democratie en Ontwikkeling, PDO, Nieuw Suriname en de groep Joyo. Joyo Besari zegt verder dat hij heeft bedankt als hoofdbestuurslid bij de NDP. Die groep is heel groot. Hoe groot? Ik ga u alvast zeggen dat we al over de 11.000. Oh. Ja. Ik zeg nogmaals, de vier partijen waren belangrijk om die 100.000 te halen. Maar die 100.000 is nu weggegaan. Je moet weten, NDP heeft de verkiezing in 2020 met 63.000 gewonnen. En ik heb opdracht gekregen om de vier partijen binnen te laten komen, om die plus te krijgen. Maar als u als partij mij niet wil accommoderen en deze mensen hebben bedankt, ben ik als onderhandelaar dan niet geschikt. Dan ga ik moeten bedanken. Ja, dus daarom heb ik dat gekozen. En ik ben benaderd door die partijen om dan die samenwerking aan te gaan binnen het gehele constellatie met ABOP. Dus ik heb dat gedaan. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk gelooft dat met de ondersteuning van de vier partijen het doel om 100.000 stemmen en meer zeker zal worden bereikt. Met de samenwerking tussen de partijen valt volgens Brunswijk een verkiezingswinst zeker te halen.